En jij begint. En jij begint. Nou, ik begin met spelen. Jij begint met praten. Ja. Want wat gaan wij vandaag doen, ome Koos? Dungeons and Dragons, Dark Alliance. En natuurlijk hebben we deze ook gezien. Volgens mij was dat bij de Xbox Showcase van Bethesda tijdens de E3. En dat was echt een hele bizarre, vreemde gewaarwording met al die celebrities die shit gingen doen. En A, niet kunnen gamen. En B, heel erg deden alsof ze geweldige tijden met z'n vier. Ja, en het zijn acteurs. Dus je zou denken van, die kunnen acteren. Maar zelfs dat konden ze niet acteren. Oh my god. Ja, echt verschrikkelijk. Maar ik moet zeggen, het zag er best wel nice uit. Het zag er tof uit. En je kan het co-op spelen met je matties. Het is een soort van looter slasher, als ik me niet vergis. Ja, maar ik kreeg er niet per se een goed beeld van. Ik weet wel dat die voorgaande... misschien is daar een beetje mee te vergelijken, die Warhammer games. Weet je, die hebben ook een soort van horde mode-achtig idee. En dan bepaalde missies doorlopen aan de hand van dat systeem. Nou is dit in ieder geval een co-op action-achtige... Ja, action/looter game. Maar ja, want ik zie het hier ook al staan. Preferred gear set drop. Dus weet je wel, het gaat wel echt om loot ook verzamelen. Maar om heel eerlijk te zijn, de community was me al een beetje voor. Want ik wilde deze gaan spelen. Ja. En ik zag dat mensen het al gespeeld hadden. Dus ik vroeg aan ze... Hoe zit het met deze game? Is die nou vet of niet? En om heel eerlijk te zijn, mensen zeiden... Hij is niet zo cool, man. Nee. Maar laten we zelf even kijken of dat ook echt zo is. Er schijnen best wel veel klachten te zijn over bugs en noem het allemaal maar op. Geen idee. Ja. Wij zitten nu hier in de game. Ja, heb je de tutorial al gespeeld of zo? Nee, ik heb niet. Maar ik dacht van, laten we dan ook voor de sake of the speed of the item... Laten we gewoon erin duiken, fuck it man. Ja, ik ben juist meestal voor tutorials. Gewoon omdat het ook goed uitlegt aan de kijker... wat de game mechanics zijn en waar je rekening mee moet houden. Nou, ik weet in ieder geval dat je hebt net als met Dark Souls, je hebt gewoon is dit een Souls-like game? Nee, maar je hebt je standaard move op je bumper en je hebt je heavy move op je trigger. Je deed al dingen, hoorde je dat? Oh nee, of was dat dit? Nee, dat was wel ik, ja. Maar ik bedoel, dit ziet er cool uit, toch? Dit ziet er niet slecht uit. Nee, als je Dungeons & Dragons tof vindt, dan lijken dit soort dingen lijkt me vet. Dat is dus een beetje het ding. En ik heb nooit de oude Baldur's Gate games gespeeld. Dit is dus gebaseerd op Baldur's Gate Dark Alliance, hè? Want dit is Dungeons & Dragons Dark Alliance. Maar schijnbaar is dat dus hierop gebaseerd. Nou, volgens mij waren dat games... En Baldur's Gate is weer gebaseerd op Dungeons & Dragons. Ja, natuurlijk. Het draagt die licentie. Ja. Maar ja, ik ben wel benieuwd of dat dan... ik was gewoon überhaupt al benieuwd. Ik ben meer omdat ik... niet van oudsher een Baldur's Gate speler ben of was, maar gewoon Baldur's Gate 3 wel vet vindt. Ja, was vet, toch? Wat er nog moet komen. Kijk, Jelle was daar niet mee eens. Nee, maar Jelle vond gewoon Dungeons & Dragons niet cool. Dat was heel duidelijk. Ja, want hij vond het heel kut om met een dice te rollen. Ja, maar... En die altijd in zijn nadeel viel. Maar letterlijk bij al dat soort games, of je de dice nou ziet of niet... Ja. Die dice roll vindt altijd plaats. Die is er, ja. Met vooral met die isometrische... hoe heet het? Ja, RPG's, maar Fallout games, idem dito, weet je wel. Maar dan zie je het niet, maar er bestaat nog wel Jelle kunst. We hebben een schreeuwende draak. Dit is trouwens iets totaal anders. Dit is volgens mij echt veel meer mainstream, veel meer gedowntuned, gewoon lekker... Nou, hersenloos wil ik niet zeggen, maar misschien is dat wel zo. Gewoon lekker hersenloze rammen. In een fantasy setting. Companions of Icewind Dale. Nou, kijk, we spelen het nu op een grote OLED-televisie. Hey, ik vind het er vet uitzien. Ja, het is niet lelijk in ieder geval. Nee, kijk, en... Zie je? Ik kan alles. Ik heb geen dingen nodig, man. Gameplay essential. Nou, hier wordt toch ook al het een en ander uitgelegd. Tuurlijk. Hier, light attack, fierce attack, chain light of fist, combos. Ja, dat heb ik net al geprobeerd. Maar wat is er dan zo slecht aan deze game? Zijn het puur de bugs waar mensen over vallen? Of is het toch ook de gameplay? We gaan er nu gewoon achter komen. Ik heb toch wel uitgebreide moveset. Is dit de BB? Ja. Deze mensen. Deze orks. Oeps. Je bent slowed. Oh. Daar mocht je niet in staan. Serieus? You have fallen. Ik dacht gewoon, ik ben trager. Ik had ook niet door dat je geraakt werd, hoor. Nee. Maar waarom is het niet duidelijk dat je geraakt wordt? Gaat er nog eens heel even 1 seconde in staan? Nou, ik wil wel die kist die daar ligt. Want volgens mij lag er loot. Maar ik bedoel, ik zag geen rood. Het scherm niet roder worden, zoals je wel gewend bent van dat soort type games natuurlijk. Ik zag ook geen animatie bij je character. Oké, je ziet alleen wat getalletjes. Nou ja, je ziet bovenin het een en ander losgaan. En dat een en ander, dat is nu op. Tenzij ik een health potion neem natuurlijk. Jump. Dude! Maar ik heb niet het idee dat er gewoon iets mij damage. Ik zie die balk als een gek naar beneden. Maar hij rubbelt ook niet? Nee. Dit is al raar. Weet je, gewoon damage moet je voelen of moet tenminste zichtbaar zijn. Doe een shake in het scherm of zo. Ja. Ja, je ziet wat blauwe getalletjes aan je levensbalk teruglopen. Ook wat. Dat was ik gewoon net nog vergeten te pakken. Gewoon geld. Gold. Er ligt gewoon geld. Ik vergeet gewoon mijn geld te pakken. 90 gold. Kijk, al die mannen op zo'n speer. Ik vind het vet, hoor. Is dit, zeg maar, Je staat in de fik. Oh, maar misschien is dat het. Maar wacht. Oh, en nu er doorheen lopen. Ja. Game mechanics. Wat een vette game is dit. Maar al moet ik zeggen... Hij was niet duidelijk. Ze hadden nog steeds de damage zichtbaar moeten maken. Ja. Is die kist nog wel geopend? Ja, die had ik wel geopend. Ja, maar omdat je dood bent gegaan. Geen idee hoe dat gaat. Ik sprong, maar hij registreerde het niet. Gelukkig pakte hij zichzelf. Ik denk dat we nu al tegen een aantal dingen zijn aangelopen waarom die mogelijk niet zo goed valt bij mensen. Clunkiness. Ja, en geen goede damage. Ze communiceren de damage niet goed. Kijk, dit ziet er vet uit. Een beetje... Die camera verschuift ook meteen helemaal. Doe jij dat met die camera? Omdat je focust of zo? Nou ja, hij focust en hij is echt meteen... Trouwens, ik moet even die sensitivity instellen. Want... Maar focus jij of doet hij dat automatisch? Nee, ik druk R3. Ah, dus, dus ik lok hem wel zelf. Ik vind die camera een beetje irritant namelijk. Hij gaat expres heel laag liggen. Ja. Zo. Maar kijk, als je beukt, het voelt wel gewichtig aan. Ja, en het ziet er vet uit. Dus dat is het probleem niet. Oh, maar hij blijft wel een beetje lang. Oké, ik ga wel één dingetje instellen. Want hij draait echt als een vrachtwagen. Nou, dat willen we natuurlijk niet hebben. En hier denk ik ook niet. Inverted controls like a maniac. Alleen seriemoordenaars doen dat. Ja, en we weten dat sommigen van jullie inverted spelen. Dat zegt meer over jullie dan over ons. Huh? Dood? Maar dat is het probleem. Je moet echt je balkje linksboven in de gaten houden. Ja, je hebt geen idee dat je bijna dood bent. Ik heb niet eens het gevoel dat ik geraakt word. Kijk, dat is ook een mechanic wat ze gebruiken in shooters. Als je bijna dood bent, of het beeld wordt wat donkerder, of het wordt wat roder om je heen. Maar juist dat laatste levensbalkje, dat is eigenlijk ook, duurt ook 2 keer zo lang voordat die leeg is. Zodat je kans hebt om te reageren. Ja, en dit zijn gewoon balkje half, balkje kwart en balkje leeg. Hier lag trouwens nog wat, jongen. Dat gaan we toch niet vergeten ineens. Exploration zit er dus wel in. Zie je? Kom nu. Oh, maar... Warmth. I need warmth. Hier, kan je niet tegen dat ding aanspringen? Nee. Je moet echt... Moet deze oranje... bloem. Maar waarom word je wel gedamaged door ijs, maar niet door letterlijk in de fik te staan? I don't know, man. Maar ik bedoel, je kan... op ijs staan, hoor, in het echte leven, zonder dat je daar dood aan gaat. Maar je kan niet in de fik staan zonder dat je daar dood aan gaat. De fik is wel op, trouwens. En hier is het precies andersom. Wat heb ik opgepakt? A common scimitar. Het gaat ook hard, jongen. Ja, het is insane. Maar ik heb hem ook best... Ik wil niet zeggen, ik heb hem moeilijk ingesteld, maar ik had hem wel op leveltje 3 van de 6. Maar dat zou in principe niks uit moeten maken, natuurlijk. Maar je gaat weer gekild worden door een fucking ogre. Of niet een ogre, een goblin. Kleine puny goblin. Serieus? Is dat precies weer dit gedeelte waar ik net... Ik heb wel nog een health potion, die gaan we even gebruiken. Heb je een pijl en boog? Of alleen maar dit? Nou, ik heb wel iets. Mis! Nee, hij was raak. Oh, huh? Kerel, je bent alweer bijna dood, man. Echt 1 klap was al bijna genoeg om je te killen. Ik hoop dat je nog een poosje hebt. Oh, kut. Hij is moe. Stamina. Maar nu is het beeld wel rood om je heen, zie je dat? Ja, maar net niet. Nee. Doodgaan jij. Op een van de reden doet het me ook een beetje denken aan Shadow of Mordor. Nee, dat doe je Shadow of Mordor mee te niet, hè? Ja, dat is waar. Maar dat vond ik een vette game. Zeker. Oh, wacht, even mijn stamina terugkrijgen. Sowieso, traversal in de game was echt goed, man. Ja, en die fucking orks. Alles. Gravewalker! Nemesis System. Oh. Hadden ze die Shadow of Mordor, maar de liefde gegeven van een PlayStation exclusive of zo? Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus niet die domme bullshit monetization stuff erin, niet de grind. En het voelde best wel... Ja, je zag heel duidelijk dat het draaide om die paar mechanics die erin zaten. Gewoon, oké, Nemesis System, klimmen. Oh. Wat is dat? En een beetje karig verhaal. Oh, dat is die archery guy. Check. Als ik nou alleen maar heavy doe. Pa, pa, pa. Campfires en short rest. Ja, dat is heel leuk. Take short rest, increase loot rarity. Loot rarity. Gain loot bonus. Dude, loot? Duh. Ik weet niet of dat in jouw geval het handigst was. Nee, het was ook niet het handig, maar het is wel het leukst. Ja, dat is ook wat waar. Nou, misschien plukken we daar nu al meteen de vruchten van. Wel heel veel goud. Wel goud en health potion. Dus uiteindelijk... Gaan we er niet heel wat we hier nog doen? Want hier zit de checkpoint marker. Hier krijg ik heel veel spullen. Oké, nou dan gaan we verder. Hey. Ik wil lootsies. Oh. Volgens mij kan je die ruby crystals... Deze kan ik sowieso slopen. Uncommon. Dit is een collectible. Pak dat ding. Dit ding wil ik afschieten. Mag ik hem afschieten? Ja, je moet het volgens mij zelfs, dus checkpoint marker bij. Jezus, man. Zelfs niet heel even voor de lol. Mogen we niet even knallen met dat ding? Dat zijn geen cocktees, man. Kijk, deze gaan we even vooral niet in de buurt staan. Of explodeert die Nee, oké. Gelukkig is het niet zo realistisch dat die kist explodeert. Nee, totaal niet. Come on, give me something good. Common necklace. Nou, hè? Oh, ik wil. Oh, oké. Ik mag hier niet mijn... Oké, cool. Ik mag hier niet mijn gear aanpassen. Dat vind ik niet tof. Het is geen 2021 game. Ik wil het on the fly aanpassen. Ja. Ik wil dat het 2021 is. Echt veel goud in deze wereld. Een tablet. Een tablet. iPad. Nou, of een Samsungetje. Ik denk dat je daar wel een pencil bij nodig hebt. Om die in te graveren. Daar wordt een kist... beschermd. Maar niet voordat ik deze overduidelijke loot cave inga. Denk je dat het een loot cave is? Ja, zie je? Ik zeg rood heel erg veel. Ja, nou, er staat wel een kist. Oh, bij de dood. Dikke stront. Respawning in 9, 8, 7, 6, 5, 4. Maar je gaat echt heel snel dood, hoor. Maar we hebben hem ook. Weet je, het is een co-op game. Je speelt het eigenlijk met z'n vieren. Yep. We zitten nu solo in dit level. Daar waar we volgens mij ook gewoon deze levels met z'n vieren kunnen doen. Ze zien er een beetje uit als Fortnite-characters. Oh my god. Ze zien er een beetje uit als Fortnite-characters. Zet hem even op normale difficulty, man. Nee, maar... Anders ga je nooit bij het einde komen. Checkpoint? Wat was de checkpoint dan? Dat kampvuur. Nee, jij koos voor Rarity Loot Upgrade. Daarom zei ik... Ja. Gozer. Is er dan ineens geen checkpoint meer? Nee. Oh! Dit was een ass geburied. Hier, wil je dat ik een power gebruik? Hier, blink. Klik, klap, flip, flap, ploebedoedap. Waarvan is dat dan weer? Flip, flop, dubidubidap. Ja, dat is een liedje. Maar waarvan? Van een of andere gekke Noor. Oh. Dood. Oh, buried. Ik heb ze moe geparried. Die parry klinkt wel heel satisfying, moet ik zeggen, hoor. En dat geeft ook precies een lekkere Hier, bam, bam. Heel klein beetje slow-mo meteen. Nee, dat we hebben het overleefd. More foes te fel. Maar dit is niet de enige Dungeons & Dragons game die je in de maak is, ja, maar toch? Dungeons & Dragons wordt tegenwoordig uitgehoereerd aan elke studio die er wat mee wil doen. Ja, dat is jammer. Je wil gewoon echt next level shit. Ja, Baldur's Gate. Ja, maar ja, maar mits het af is. Echt Dungeons & Dragons. Gewoon geef het de liefde die het nodig heeft. Wanneer komt die eigenlijk uit? Ze zeggen dat die ergens eind volgend jaar de bedoeling is dat die uitkomt. Ah, oh, fucking hell. Daar heb ik echt zin in. Heel even hoe die frame pauzeert. Ja, heel dat is lekker. Ja. Eén toon. Ik heb ook nog mijn andere... Ik heb een power met I. En als ik I ingedrukt haal... Maar nu ben ik natuurlijk... Nee, maar hoe kan het dan dat dit... Oké, dit is officieel geen checkpoint meer nu dus. Oké, duidelijk. Het is een beetje een risk-reward. Ja. Dit ziet er nu weer uit als een volle kist. Oh nee. Alleen al het geld ligt er nog. Maar op een afstandje leek hij ook niet geopend, moet ik zeggen. Nee. Oké. Gaan we het nu wel even redden? Ik heb nu weer mijn blink powers. Nog meer gold. Zit daar gewoon een normale cooldown op? Volgens mij wel. Of course it's magic. Bijna dood. Pas op. Even een beetje stamina. Val dan. Nee! Oh, dat is weer alleen maar... Nerd! Oh. Nerd! Ik dacht dat jij naar beneden viel. Viel je ook, maar het was niet... Dit ziet er niet uit als iets dat ik nu met heel veel plezier tegemoet ga komen. Als er doodshoofdjes bij staan, terwijl die normale goblins al moeilijk waren... Joehoe! Dit gaat je niet lukken. Even kijken hoe weinig damage jij gaat doen bij die gasten. Het valt mee, moet ik zeggen hoor. Hier krijg meteen alles. Gewoon I'll do it myself. Waarschijnlijk omdat je solo zo'n papi hebt gepakt. Oh, het stond er zelfs bij. Ik heb het heel even gemist. Misschien speel ik liever gewoon zonder lock-on. Ik denk dat het voor, weet je, toch wel wat crowd control, dat het wel het belangrijkste is, man. Ja, want je kan makkelijker wegdraaien. Hij was sterker, man. Ja, maar ik had geen stemmen meer. Oh. Oh ik hoop het. Nee, je hebt ook geen potions meer. Je moet nu je E-game brengen. E-game! Hij blokt alles. Hij blokt alles! Maar zijn andere matties niet. Oké, die moet je... Was hij in één slag dood? Ja, doordat ik hem... doordat ik hem had geparried, toen telde zijn schild niet meer. Het lijkt... We got it. Ik wou zeggen, die hoeft niet meer. Was wel vet als je daardoor dood was gegaan. Het lijkt alsof je hier gewoon even sick booty krijgt. Ja hoor. Een necklace, legendary necklace. Oeh, bitch. Je bent alleen maar juwelen aan het verzamelen. Zijn ze allemaal weer terug? Alleen maar sieraden. Okay, weet je wat ik ga doen? Ik ga even een kleine... Wat sukkels. Oh shit, bijna dood. Oh shit. Oh shit, oh shit. Traversal is niet op en top. Ik ga daar niet heen. Want... Nee, ik denk het wel, man. Dat raken, ik heb hier gewoon er doorheen schoppen en dan ligt er daar 100% een potion voor je. Kan je sprinten? Dat is wel nodig. Ja. We hebben geen potions meer. Oh god, oh god, oh god. Nou, rustig, puk. Collect. Oeh, bootsies. Uncommon leg guard. Nee, ik wil niet meer met jullie te maken hebben. Dat gaat niet genoeg zijn. Jawel. Oh. Wel als ik dus niet ga slaan en chillen. Klikt, klikt. Oh ja, dat is gewoon een tassie. 209 goud, lekker pik. Ik ga wel terug, want die kant was wel veiliger dan de route die ik nu ga pakken. Intruder! Nou, ze hebben niet het leuke... Nou, het is een goblin, het is natuurlijk geen ork. Orks hebben standaard Engels accent. Ja, why? Dat heb ik nooit begrepen. Klinkt gewoon lekker. Oi, Great Walker! Dat is toch veel lekkerder dan... Nee man, ik wil gewoon Texaans accent. Gaat je niet lukken man, wel daar naar boven. Denk je dat ik dat niet haal? Nee. Ik denk wel daar. Ja, maar dan moet ik weer naar boven, moet ik weer langs die gasten heen. Ja. En zoals je ziet, mijn hele scherm is rood. Nou, ik denk wel dat hij het haalt hoor. Daarboven? Ja. Denk ik niet. Gaat dood hè? Geen checkpoint. Je gaat dood. Oh. Oh, godzijdank had ik gelijk in dit geval. Ik heb geen dingen meer. Geen potions. Ah, fuck dit. Echt serieus. You're not gonna make it, man. Joehoe. Ja, nu ben je hem boos aan het maken ook nog eens. Ja, ik probeer hem toch ook even een beetje te lokken. Hé, hey, daar loopt iemand achter mij. Oh. Oh my god. Dit kan niet goed aflopen. Oh, kijk, ik hoef niet eens de combat in te gaan. Wegwezen! Locate the bridge camp. Wat de piggies. Even die crystals pakken. Mockthump de sticker. Wat is dat nou weer? Ja, dat is die vakker die daar staat. Die flikker. Dat gaat hem niet raken. Mockthump de flikker. Jammer. Nee. Nee, helaas. Kijk, nu zou ik wel een moord doen voor een... Ja, we hebben gewoon een healer nodig. Ik kan me voorstellen dat wanneer je dit met vrienden speelt, dat een van je vrienden een healer is. En iemand die je kan reviven. Ja, ook dat. Waarschijnlijk kan dat ook wel wanneer je multiplayer speelt. Wat heb ik gedaan? Ja, je hebt veel te moeilijk gedaan. En een loothoer. Je hebt wel 3 potions. Nee. Jawel, nu weer, ja. Net niet. Jawel, stond er net. Nee, serieus. Ja, dat was pas nadat ik dood ging dan. Ja, wel raar is dat dan in beeld. Optional, defeat Mockthump de sticker. Ik denk niet dat je Mockthump moet gaan proberen te pakken. Ik denk dat je gewoon moet rennen voor je leven. Ik dan gewoon rennen en meteen naar hem gaan, want hij heeft als het goed is geen ads. Wat nou, een Mockthump? Ja, zal die ads hebben? Ja, hij zal sowieso ads hebben. Hoe lang zouden deze gasten achter je aan blijven rennen, denk je? Hopelijk niet langer dan 3, 2, 1, stop. Dat was het. Pijltjes gingen weg, dus... maar Mockthump, die willen wij wel even... wackadoodle-duwen. Deze gasten zijn net even te sterk op dit moment. Of tenminste... Het is wel weird hoe makkelijk je aan alles voorbij kunt gaan. Ja, als je wil kun je dus gewoon alleen die objectives doen en gewoon weggaan. Gewoon speedrun de game. Zullen we de game speedrunnen? Nou, laten we kijken. Oh, epic crystals. Hoppatee, die hadden we nog niet. Je had wel crystals, maar die waren niet zo episch als deze. Ja, ik wil toch wel even Mockthump de sticker aanpakken. Ja, je gaat dood. Ik waag erop. Je gaat hard. Gebruik in ieder geval die explosieven. Oi, Mockthump. Hohoho. Kom dan, jongen, sukkel. Hier. Nee. Oké, deze moet ik wel lokken. Jezus! Nevermind. One hit combo. You failed. Gaan we een speedrun doen? Ja. 1 speedruntje en klaar. Gaan we gewoon dit hele level door shaven. Ik wil wel minimaal de bridge camp locaten. Zoveel lekkere loot daar liggen, denk ik. Gelukkig valt het mee met de laadtijden. Het is geen Dark Souls loot. Dus je houdt je loot gewoon. Dus je blijft gewoon shit verzamelen. Nou. Ik wil wel even mijn sweet booty zien als we straks weggaan uit dit level. Sweet Booty? Ja, je loot. Oh, daar gaan andere booty, man. Ach, dude. Ja. Er is maar één real booty. Dat is gewoon je loot. Mad Booty. Dat is Mad Booty. Zo noemden piraten toch? Booty. Ja, ja, zeker. Maar tegenwoordig in 2021 versta ik iets heel anders. Joh. Met je smerige masculiniteit. Ja. Ik heb dus ook zin om CFT's te spelen. Ik ook. Heel erg graag zelfs. Maar ik heb veel te grote backlog. Nee, ik wou zeggen veel te grote backlog. Maar ik wil even die story DLC spelen. Nou is dat dus volledig met z'n vier te spelen. En de story DLC? Volledig buiten de normale instances waar je mensen tegen kan komen. Dus het is echt puur story met z'n vier kan je doen. Daar heb ik wel oren naar. Dat is eigenlijk ook wat ik wilde van die game. Want elke keer als wij mensen in het echt tegenkomen, dan worden we geassed. Ik wil toch weten of hier niet een kistje ligt. Wat krijgen we nou? Iets anders? Wat is dit voor bullshit? Oké, die ga ik niks mee te maken hebben. Later pikkies. 11 gold. Wegwijzen hier. Activate. Doei! Maar daarom, het is helemaal niet nodig tegen die gasten te vechten. Ja, maar als jij loot wil, dan moet je natuurlijk te vechten. Maar... more work to be done. Maar ik vind sommige gebieden mag je gewoon niet door totdat je iedereen gekild hebt, vind ik. Het zijn mijn videogame conventies. Oké, iemand doet dit. Ik denk dat het een of andere... wizard. Goblin shaman is. Een klootzak in ieder geval. Even warmt. Hup, en gaan met die Anush. Speedrun. Maar kijk, ze stoppen ook gewoon met 18 jaar. En... ja, dat duurt echt 10 seconden voordat ze zeggen. Oh my god. Urmegeurt. Hoe gaan wij dit tactisch aanpakken? Deze moet je waarschijnlijk wel allemaal killen voordat je door kan. Gain Dwarven Mug. Kijk, dit is gewoon een shortcut toe. Ja. En als de baas zelfs zo'n groen ding wel zijn knats hebt. Oké, even gauw deze ad pakken, want dit is een boogschutter. Ah, het voelt wel ook echt alsof je dit met 4 man moet doen, man. Ja, oh, kan. Get over here! Get over here, boy. Komt hij weer? Kijk, ja. Ja, het is niet echt de snelste move die er is. Oké, zijn guard is redelijk snel eruit. Hey, ho, ha, 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 ha. Oh, bijna dood, bijna dood, bijna dood. Ja. Eén klap is het, hè, en je bent down. Ik ga even mijn krachten combineren. Doe het snel. Ik heb nu beide skills tegelijk. Oh, hij pakt zijn eigen... Ze hebben gewoon friendly fire onderling. Dat is wel vet. Oeh, klein. Kerel, het duurt echt lang voordat je hem down hebt, hoor. Maar waardoor wordt hij nou nog steeds geraakt? Pas op de bear trap. Hij was met iets... ho, 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 ho. Nou, doei. Duidelijk. Nou, deze is Schots. Dat is ook tof. Vind je dat beter? Heb je liever een ork die Schots praat? Ja, maar dat is iets... dat schijnbaar is dat iets voor lompe orks of lompe goblins. Die gaan dan Schots praten. Of eenden. Want dat klinkt zo lekker... Hé, ik... Nou! Ik zweer het je, ik deed een double dodge. Het is maar hopen dat mijn balkje snel vol is. Oh. Pas op, je ziet niet wat hij doet, hè? Ik zie dat het rood is. Maar ik kon niet... Wat was die RB? Ik denk gewoon een critical move, omdat hij toen in, een beetje in de kont genomen werd. Waarom heb je geen critical move gedaan dan? Haha. Oh, en de stamina was net op. Ik weet man, enerzijds voelt het ook een beetje als een mobile game als ik er zo naar kijk. Klinkt misschien gek. En bedoel ik het niet qua graphics hoor, maar gewoon de gameplay. Fox, fox. Ik kan niet die ijsshit nog een keer gebeuren. Wel die blink. 182! Kijk, volgens mij doe je meer damage als je achter hem staat. Ja, zeker. Critical. Oh! Anushka op mijn hoofd. Oh, je hebt mazzel. Zal ik hem een laatste poosje gebruiken? Fuck yeah. Ik wou het zeggen. Jeez. Hij registreert het laat. Ik wil niet zeggen dat... Zie je? Ja, oké. Die animaties kunnen gewoon niet onderbroken worden. Wat heel realistisch is. Kijk! Die heeft hij voor jou gefinished. Hé, maar je sloeg niet zijn schild eraf? Is dat omdat je hem van achter kwam? Ja, oké, ik ben het zo. Oké, daar ligt dus een trap. Zou hij... Ik heb mijn powers. Oef. Zou die zijn eigen trap kunnen pakken? Wat is dat? Mijn powers zijn actief. Ze gaan hem slopen, jongen. Ik sloop je helemaal de moeder. Ja, het is de klats. En dan komen er alsnog weer meer enemies bij. Nee, toch? Oh ja, 2. Nee, ja wel. Daar wel. Maar, die kan je gewoon doorrennen. Oh, misschien is dat die andere, de sticker. Dus of ik moet hem... Nou, niet blokken dus. Of ik moet door zijn blok heen slaan. Of ik moet van achter. Er zijn in ieder geval wel tactieken. En dat is tof. Ja, en de meest gebruikelijke tactiek is gewoon button mash tot je dwars tussen dingen heen bent geknald. Nou, dit was dus weer geen parry. Nou, deze hebben we gewoon. Short rest available. Boom! Boys. Ik neem aan dat dit, kijk. Even kijken. Zie checkpoint. En jij koos niet voor de checkpoint. Nou, increase loot rarity. Nee, zeker niet. Gathering the party. Dat is geen party. One man party. Resting. Kijk, dit is wel handig. Oké. We hebben wel aardig wat goud gevonden, zie ik. En je bent bijna bij de bridge camp. Oh, oké. Pas op, hè. Oh, daar mag ik dus niet tegenaan lopen, dankjewel. Doei. Als ik een kistje leg, dan neem ik wel even de moeite, hoor. Gewoon rennen, rennen. Ik vind de omgevingen zien er oké uit. Hadden denk ik nog wel wat moedier gekund. Hey, het is niet verkeerd. Nee, het is een Piefwawi. Dit doet ook als alles doet veel damage, man. Piefwawi. Wat moeten wij? Geen idee. Oh, we moeten naar boven, denk ik. Ja, op die brug. Het voelt ook alsof je mist. Het voelt echt heel erg alsof je mist. Nope. Dat heb ik al als ik er naar kijk. Het voelt gewoon off. En dan zie je ook dat hij gewoon eigenlijk de laatste stukje zweeft naar die rand. Zo van, oh ja, wacht, hij is in de buurt, dus laat hem maar let's grabben. Ik wil goud, jongens. Ik wil goud. Heel veel goud. Centjes. Uh-oh. Dit ziet er wel uit als een move to the Battlehammer overlook. Maar je kan nog gaan doorlopen. Okay. Hups. We don't care. Move to the Battlehammer Hall Overlook. Warmth. Zullen we wel even deze pakken? Nou, zou ik wel even nieuwe warmte pakken, maar... Oh, het is dicht. Ik denk dat je op die platen moet staan. Een driehoekje. Waar is het driehoekje? Die zal dan wel hierachter liggen. Zo'n game ken ik. We solved the puzzle. Nieuwe warmth, ja. Kijk, puzzel opgelost, niks aan de hand. Come on, geef ons een boss fight teru. Destroy the Battlehammer. Ballista. Nou, dat is deze dus. Hey, crystals. Geen idee. Ik vind de missiedesign nog niet zo heel erg tof. Het is vrij generiek. Ja. Portal. Ja. Jezus, wat vet. Battlehammer Plaza. Hallo. Scorch King. Waar nu? Ik heb het gevoel dat hier een... Hier plaat staan. Ja. Snel omzetten. Later piggies. Dit is wel gewoon speedrun the game, hoor. Tenminste, mits je geen loot wilt. Oké, dit is je boss battle. Defeat the Goblin Commander en is Verbeeg Lieutenant. Eén kans krijg je. Kerel, kijk ook hoe weinig damage je bij Greeks hebt gedaan. De Eerlopper! De Eerlopper. Ja, maar wacht. Kijk, nu... Nu gaan we even damage doen. Nu gaan we even critical damage doen. Ik vind het nog meevallen hoor. Oh. One hit wonder u. Dit gaat je niet lukken. Dit gaat je niet lukken. Ik wil... Nee, want we moeten weer helemaal terug. Jezus Christus. Daarom. Dit gaat je niet lukken. Wat voor game vind je? Maar we zijn ook al 35 minuten bezig. Ja, aan het struggelen gewoon. Omdat ik met mijn beide handen koppel level 3 van de 6. In plaats van gewoon even één keer proberen. En we moeten eigenlijk weg voor Premium Vision episode 5. Nee, we zijn wel gewoon hier. Ja, ik zie het. Ik krijg nog één kans dan van me. Want we gaan naar het buitenland, jongens. Hebben we eindelijk weer een trip naar het buitenland. Hoor. We hebben een buitenlandse trip. Voor Premium Vision 5. En dat gaan we dus nu doen. En ik heb niet het idee alsof Dungeons & Dragons Dark Alliance heel veel anders gaat worden van wat we net hebben gespeeld. Ik vind het jammer. Je kan zoveel met Dungeons & Dragons. En ik heb al heel snel het idee dat mensen... Het is heel lullig om te zeggen, maar dat een ontwikkelaar... dat label eraan wil plakken, die licentie wil hebben... puur en alleen omdat ze weet dat het dan, beter verkoopt... Ja. Dan een game waar je wel alle tijd en moeite en werk van... Ja, het is leuk om te zeggen, want een ontwikkelaar doet hoe dan ook zijn best... lijkt me om goed product af te leveren. Nee, maar in de basis ziet het er best vet uit. De combat ziet er best wel goed uit. Alleen het level design is niet heel erg geïnspireerd. De puzzels vallen een beetje tegen. Maar vooral boven alles... Ik merk er ontbreekt polish, man. Het is... Het beweegt niet lekker. Nee, die camera draait raar. Hoe die af en toe loopt is weird. En hoe die elke keer zweeft naar ledges. Ja. Ja, nee. Het is nog niet helemaal top. En inderdaad, ze moeten gewoon een betere indicatie hebben als je bijna dood gaat. Want geef me het gevoel dat ik geraakt word in plaats van dat in één keer dood is. Ja, jongens. Precies dat. Dungeons & Dragons, Dark Alliance. Laat hieronder in de comments weten wat jij van de game vond. Hij staat op Game Pass en hij komt volgens mij later ook naar PlayStation. Of volgens mij is die al op PlayStation. Ik heb geen idee. Maar ik denk dat er best wat mensen zijn die deze game in ieder geval geprobeerd hebben. Dus laat even weten wat jullie ervan vinden. Yes.